Kunstliefhebbers hebben er 2 jaar op moeten wachten. Maar in juni gaat het toch echt gebeuren. De Kunstexpo Flevoland in de Bansiliek in Bant. En hier in de studio Tineke Smit van de organisatie. Ja, Tineke, dat moet er een enorme opluchting zijn dat het evenement weer door kan gaan. Zeker. Ja, we zijn heel blij dat het door kan gaan. En er zullen misschien nog wel restricties zijn, maar daar kunnen we mee leven. We kunnen hopelijk toch zo de expo inrichten dat er voldoende ruimte is tussen de kunstenaars en tussen de bezoekers. En ja, uiteindelijk is het ieder zijn eigen verantwoording natuurlijk om afstand te houden. Maar nee, we zijn heel blij dat het doorgaat. Ja, hoeveelste editie wordt dit? De 9e editie. Ja, ja, eigenlijk zou het dus de 11e al moeten zijn, toch? Nee, we hadden het eigenlijk we doen het om de 2 jaar. En we hadden het eigenlijk in januari zullen doen. Dat was dus we zijn nog helemaal niet zo ver achter ons schema aan. Oh, gelukkig. Een halfjaartje maar. Maar goed, desalniettemin heel fijn dat we wel door kunnen gaan, ja. Kunnen jullie nou gewoon een oud draaiboek pakken en de boel net zo organiseren als voorheen? Of moet dat nu allemaal anders? Nou, er zullen wel aanpassingen zijn. En we zullen ook moeten afwachten in juni wat de voorschriften zijn van het RIVM. Maar ja, misschien wat minder stands. Maar daar kunnen we mee leven. Dat is allemaal te doen. Dus ik denk wel dat het goed komt. Ja, en voor wie denkt Kunstexpo, wat is het nou eigenlijk precies? Kunt u een beetje omschrijven hoe dat er dan uitziet? Ja, het is in de Bansiliek, dus in de kerk. En we zijn er 9 jaar geleden mee gestart met een kunstbeurs. Dat was echt heel kleinschalig en niet wat het nu is. We hebben het veel mooier gemaakt en aangescherpt. En het is voor mensen, voor kunstenaars uit de polders. Maar ook daarbuiten, dat is ook geen probleem. En uiteraard bezoekers die hoofdzakelijk uit de Noordoostpolder en Flevoland komen. Meestal komen ze niet van zo ver af naar het kleine plaatsje Band. Maar dus het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Voor alle kunstenaars die daaraan mee willen doen. En we hebben een eigen website www.kunstexpoflevoland.nl. Ook daar kun je nog steeds opgeven tot half februari, tot en met half februari. Dus iedereen die nu luistert en denkt, oh, misschien is het wel wat voor mij. Kijk eens op die expo, op die website, want dat is echt de moeite waard. Nou, gewoon even om dan misschien de afweging te maken, is dat wat voor mij als kunstenaar? Wat voor kunstenaars zoeken jullie? Nou, we hebben allerlei soorten kunst. We hebben allerlei soorten disciplines, schilderijen, keramiek, glas, sieraden. Dus allerlei soorten. We proberen ook zoveel mogelijk van allerlei soorten kunst te hebben. Want de een houdt van schilderijen en de ander houdt van sieraden. Dus een veelheid aan mogelijkheden. Ja, want als ik nou een enorm kunstwerk, een stellage van wel 2 meter hoog en 1 meter breed, ik zeg maar, wat kan dat ook in die Bansiliek neergezet worden? Nou, dat zal dan op aanvraag even moeten. Ja. Daar zullen we wel rekening mee moeten houden. Maar op zich zou het best kunnen. We hebben een aantal jaren geleden hebben we artis op bezoek gehad. Dat zijn kunstenaars uit de kunstopleiding Zwolle. En die zijn ook met allerlei grote apparaten gekomen. Maar goed, daar moet je wel heel erg je ruimte voor kunnen inrichten. Dus ik denk dat deze keer niet zal gaan. Maar misschien voor een enkeling wel. Maar dat is een overleg altijd mogelijk. En is als bezoeker is het nou vooral om mooie kunst te bekijken? Of kun je het ook echt kopen? Wij zeggen altijd, het is snuiven, het is kopen en kijken. Ja. Is dat dan voor iedere beurs een beetje? Of dat je, hoe moet je een dikke portemonnee meenemen? Of? Nee, dus er is van alles te koop. Van de kleinste sieraadjes of kleinste keramiekstukjes. Of tot aan de grootste schilderijen, zeg maar. Dus, het klinkt wel bijzonder, hè, dat je zo'n kunstexpo houdt in een kerk. Kerkgebouw. Ja. Ja, hoe maakt dat? Waarom is de Bansiliek zo geschikt hiervoor? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want waarom wij het zo bijzonder vinden, is de lichtinval van de Bansiliek. Het is zo'n leuk kerkje. Met een heel bijzondere lichtinval. Daardoor creëer je een sfeer.
die ja, heel erg aanstaat bij mensen. Het is gezellig, het is leuk, het is niet afstandelijk, het is heel dichtbij. En het is van oorsprong een katholieke kerk. En gelukkig met de verbouwing van die basiliek hebben ze heel veel waardevolle dingen van de katholieke kerk laten bestaan. Zoals Maria-altaar, de doopvondruimte, wat inmiddels stilte ruimte is. Het grote altaar. En daar zijn zulke leuke kraampjes, ja, ik noem maar even kraampjes, heel oneerbiedig van te maken, met zoveel leuke kunst. Dus het is je waant je bijna in Zuid-Frankrijk dan of zo? Nou ja. Zo'n leuk antiekmarkt. Ja. Kijk, het heet niet voor niks de basiliek, hè? Mm-hmm. Het is geen basiliek. Maar een basiliek, daar stel je ook al iets bij voor. Het is een heel knus kerkje. Dus dat leent zich enorm voor kunst. En daarom vinden wij het zo bijzonder. Je ziet het, je hebt hier een fotootje staan, zie ik. Daarom zie je hoe leuk het is, hoe warm het is. 11 en 12 juni, van alles te bekijken, is er nu al iets waarvan je weet van nou, dat komt er, dat is echt zo gaaf. Nou, we hebben 2 jaar geleden dus Anka Blok gehad. Ja, misschien zegt jullie dat. Ik herkende zelfs al werk. Ja, geweldig. Maar inmiddels is zij zo over de top gegaan. Ja. Dat zij gewoon geen tijd meer heeft om bij ons te komen. Maar het is zo geweldig. Maar goed, we zullen het zien. Misschien komt er vandaag morgen nog een heel groot iemand die zegt... Nou, maar dat hoeft voor ons ook niet, hoor. Ja, en misschien dat je hier dus voor een paar tientjes wat leuks koopt... en dat het over een paar jaar ineens heel waardevol is. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja, je hoort, wij zijn nogal van de, hoe noem je dat programma ook alweer? Ja, kunstkietje. Dat was het pas, inderdaad. Ja. Daar moest ik een beetje aan denken. Ja. Wij hopen dat zilverlepeltjes ontzettend veel geld waard zijn. Maar Tieneke, er zijn dus plekken. Voor hoeveel kunstenaars is er ruimte? Nou, we hebben meestal zo'n 22 kunstenaars. Maar misschien van het jaar iets minder. Dat weten we niet precies zeker. En we hebben gemiddeld altijd zo'n 600 bezoekers in 2 dagen. Dus dat is ook heel mooi. We gaan dit jaar een uur langer open, omdat het langer licht is. Hè. Het is in de zomer of in het voorjaar. Dus dat is ook iets. Wat heel bijzonder is ook aan dit evenement, is dat alles door vrijwilligers wordt gerund. Alles. Dus achter de bar, bij de deur, de commissie, alles. En dat is best een complimentje waard aan iedereen die hier aan meewerkt. En zeker dat mensen nog wilden na een jaar stilstand. En dat je eigenlijk denkt, durf het allemaal nog aan? Absoluut. En we hebben één sponsor van het jaar. En dat is Slump Catering Events. Die natuurlijk in band zit. En die levert ons, die matst ons met de belichting. En alles wat wij nodig hebben om dit op te zetten. Ja. Dus dat is ook wel leuk om even te noemen. Ja. Nou, Kunstexpo. Wat nog één keer de website waar mensen zich kunnen opgeven. www.kunstexpo.nl. Dat moet ik hem even heel goed zeggen, want anders doe ik het zelf nog verkeerd. Volgens mij is www.kunstexpo Flevoland. Flevoland, ja. www.kunstexpoflevoland.nl. Nog aan te vullen met, als het mag, €5 entree. 8 tot 18 jaar is gratis. Parkeren is ook gratis. Er is een lift aanwezig voor mensen die slecht begaanbaar zijn met een rolstoel. We moeten het alvast in onze agenda schrijven. 11 en 12 juni dit jaar. En dan al die dagen van 11 tot 5 uur. Hartelijk dank, Tieneke Smit. En veel plezier, hè, die dagen. Ja, zeker. Gaan we zeker doen. Dank je wel.